Een regelrecht drama voor André Hazes Jr. Na maanden en maanden heeft hij een eerste korte clip van zijn nieuwe album naar buiten gebracht, en rondom die paar seconden muziek is nu een enorme heisa ontstaan. Het bewuste stukje lijkt namelijk een en op een kopie van de Gavin The Grow hitfire. Dit is wel een heel zure comeback. Billy Dans, de nieuwe tekstschrijver van André, heeft enorm hoog van de toren geblazen over de muziek waar ze de afgelopen maanden aan hebben gewerkt. Het oude schrijversteam, dat op meedogenloze wijze is gedumpt door André, kreeg van Billy een trap na, dit is wel een heel ander niveau dan voorheen. De allereerste paar seconden muziek die André en Billy gisteren naar buiten brachten, ontploft nu echter al direct in hun gezicht. Het lijkt zo erg op Gavin's liedje Fire, dat sommige mensen veronderstellen dat dit om een cover gaat. Maar dat is dus helemaal niet zo. Er is een zogenaamde plagiaatbom losgebarsten, zegt Ronald Molendijk in Shownieuws. De plagiaatdiscussie is aangezwengeld door André's plaaggeest Yvonne Koldewijer, maar ook de mensen aan de desk van Shownieuws zien dat de gelijkenissen wel heel groot zijn. Als leek zeg ik: het lijkt er heel erg op, al dus de gevallen strafpleiter Bram Moskovic. Ronald, het lijkt heel erg veel. Tooske Ragas, het lijkt wel, ja. Niemand in het hele team had nog ontdekt dat dit zoveel op elkaar lijkt. Bram, ik vind dat in die zin merkwaardig. Ik als Leek hoor dit direct en wij allemaal. Hoeveel mensen hebben ze om zich heen? Tien of twintig? Niemand heeft dat gehoord? Wat zegt André's schrijfmaatje Billy hiervan? Ronald, ik heb Billy gesproken en gevraagd van, hoe zit het? Die zijn zich echt de barsten geschrokken, want die kregen dit geplakte fragmentje van shownieuws ineens zo plop in de telefoon. Hij zit op dit moment op Curaçao en dacht: Holy sh, sterretje T, wat is dit? Gaat Gavin naar de rechter? Niet als team André de portemonnee trekt, denkt Ronald. Er zal dus dadelijk iemand van het kamp de Grow moeten zeggen: Wacht even, dit is van ons. Dan wordt er gebeld en dan wordt het opgelost, want het is onmiskenbaar dat het akkoordenschema, toonsoort, tempo en melodielijn op elkaar lijken. Het gaat over centjes. Bart vindt het ongelooflijk. Als je zo'n grote naam bent als André Hazes, dan moet er toch een soort programmaatje zijn waar je dat in stopt dat dan zegt: Wacht even, dit bestaat al. Wat moet André nu doen? Helemaal niks, denkt Ronald. Ik zou gewoon wachten tot de andere kant zich meldt, want daar ligt ook het probleem. Bart, dit is wel een heel zure comeback.